Een eerlijke prijs voor een duurzaam product. Dat is wat een landbouwer nodig heeft en waar hij ook recht op heeft. We staan hier bij Huib Bos, akkerbouwer in Zevenhuizen. We zijn van de week langs geweest bij een groenteboer om wat mensen te vragen van hoe ze aankijken tegen de prijzen. En hebben gevraagd van, of dat ze enig idee hebben van wat nou een landbouwer krijgt voor zijn product. Hè. Nou, we hebben hier een prachtige komkommer. Enig idee hoeveel een teler hiervoor krijgt? Ik denk ongeveer 50 cent per stuk. Enig idee hoeveel een fruitteler hiervoor krijgt? Heeft u enig idee hoeveel een landbouwer krijgt, telersprijs, voor een kilo aardappelen? Telersprijzen zijn soms best laag. Wat zouden we daaraan kunnen doen? Een oplossing is dat ondernemers, lokale ondernemers, zoveel mogelijk in de buurt zoeken naar lokale telers. Zodat een teler gewoon de normale prijs voor zijn producten krijgt. Huib Bos, u kunt ons daar vast wel meer informatie over geven. Wat levert nou een kilo aardappelen bijvoorbeeld? Wat levert u nou dat op? Contract aardappelen die doen 13 tot 15 centen, zeg maar, heel laat in het seizoen. Heel vroeg in het seizoen is dat 11, dus dat loopt een beetje op van 11 tot 15. Uit de schuur geleverd. Kunt u aangeven wat zo'n beetje de kostprijs is? Met andere woorden, die 15 cent, kunt u daar dan voor doen? 15 cent als je een goede opbrengst hebt. En dan zou het allemaal net aan kennen. Maar het is niet dat je er een Ferrari van gaat kopen. Een eerlijke prijs voor een duurzaam product. Dat is wat een landbouwer nodig heeft en waar hij ook recht op heeft. Maar de werkelijkheid is anders, vaak. Daarom is het belangrijk om het gemeenschappelijke landbouwbeleid zoveel mogelijk in stand te houden. Dat beleid is nodig om de landbouwers financieel te kunnen compenseren. En ook om ze te belonen voor de maatschappelijke prestaties die ze leveren op het vlak van natuur en milieu bijvoorbeeld. Ook is het heel belangrijk om de onderhandelingspositie van landbouwers te versterken. Hun onderhandelingspositie ten opzichte van de retail. Het is tijd voor de boer. Daarom roep ik u op om 23 mei te stemmen op ChristenUnie en SGP.